De wetcontrole valutaverkeer en transactiekantoren heeft tot doel ordening te brengen in het valutaverkeer in Suriname. Deze wet is op zaterdag 21 maart met algemene stemmen door het parlement goedgekeurd en dient al zodanig nageleefd te worden. Minister Stefan Sang van Handel, Industrie en Toerisme vertelt over het belang hiervan. Nou, de valutawet is zoals u weet een tijdje geleden aangenomen, dat is ongeveer al anderhalve week. We zijn vanuit het ministerie zijn we de prijzen aan het monitoren. We hebben gezien dat na aanname van de valutawet er enigszins prijzen zijn verlaagd. Maar daarnaast hebben we ook gezien dat andere prijzen ook flink omhoog zijn gegaan. We hebben dat onderzocht met de ECD. We zijn met de winkeliers, met de importeurs, met de leveranciers om de tafel gaan zitten. En het blijkt dat het gros van de verhogingen, die kwamen van de importeurs. En die hebben ook aangegeven dat vanwege de fluctuerende prijzen, dat die, vanwege de fluctuerende koers, dat die prijzen omhoog gingen. En na lang delibereren met die mensen, zijn we nu bezig om afspraken te maken met die importeurs. De importeurs hebben aangegeven dat ze de prijzen omlaag zullen brengen. Met name een paar die met ons samenwerken, Combi Markt, Chotelal, die hebben hun prijzen al omlaag gesteld, bijgesteld. En wat betreft bouwmaterialen kijken we nu naar Kuldip Singh, die heeft ook de prijzen omlaag gebracht. De rest van de importeurs, daar zien we dat er een aantal zijn die juist de prijzen omhoog hebben geschroefd. We hebben een paar opgeroepen, we hebben met ze gesproken. Onder andere Mitra. Mitra heeft de prijzen eerst omhoog geschroefd, maar die zijn nu weer omlaag gegaan. Maar al met al, het blijft een wisselwerking. We praten met die mensen. De valutawet is aangenomen. Niet aan ieder is nog, heeft nog de duidelijkheid hoe zij die wet moeten implementeren. Daar zullen wij verandering in brengen. Vanmiddag hebben wij een gesprek met de Centrale Bank samen met het ministerie van Justitie om het toezichtsorgaan in te richten. Het toezichtsorgaan zal er zijn om toezicht te houden op naleving van die wet. En mensen willen dat het zo snel mogelijk komt, maar er zijn wat juridische dingen die in orde moeten worden gedaan voordat dat zover is. Maandag is het raadsvoorstel goedgekeurd in RVM van het toezichtsorgaan. Het gaat dan naar de staatsraad. Ik ken de status daarvan nog niet. Vanmiddag zitten we met de governor van de Centrale Bank, met Juspol en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. En we gaan verder concretiseren. De verwachting is dat we volgende week al kunnen starten. En in de tussentijd, er zijn heel veel vragen vanuit het veld. Er zijn heel veel vragen van burgers, van ondernemers, hoe zij moeten omgaan met die wet. Wij hebben het verkort nummer van de ECD daarvoor ter beschikking gesteld. En we roepen hierbij de mensen op om, indien u vragen heeft, indien u klachten heeft over de werking van de valutawet, heeft u problemen vanwege het feit dat bepaalde contracten niet worden overgezet in SRD, of dat u niet in SRD kan betalen, zoals de wet dat voorschrijft. We registreren alles via het verkortnummer, dat is 1940 van de ECD. We werken eraan om die wet, om invulling te geven aan die wet. En, het is het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Financiën en de Centrale Bank die daar invulling aan zullen geven. Er is ook veel bezorgdheid bij de samenleving dat er heel veel schappen bij de winkels leeg zijn. Wij werken daaraan. De schappen zijn leeg omdat er niet op tijd werd geleverd vanwege het feit dat de winkeliers ook onregelmatige openingstijden hebben vanwege COVID. Iedereen is bang, we begrijpen dat. Worden die leveringen ook niet adequaat op gang gebracht. We hebben ook gesproken met de leveranciers. Die geven ook aan dat er communicatieproblemen zijn vanwege die openingstijden. Wij hebben bemiddeld vanuit het ministerie. En wij hebben afspraken gemaakt met winkeliers, importeurs, leveranciers. Zodat er een beetje normalisering komt. Dat de schappen leeg zijn komt ook doordat mensen veel meer inkopen dan dat ze normaal doen. En vandaar dat we toen hebben gevraagd aan de winkeliers om bepaalde strategische producten ook te cappen. Dat er niet meer dan 5 worden verkocht per persoon. En dat
Dat is om hamsteren tegen te gaan. We gaan ervoor om de situatie zoveel als mogelijk te normaliseren voor een ieder. Want als jij alles opkoopt, als jij alle zeep en alcohol en alle sanitizers opkoopt, dan heeft de ander niet. En het gaat erom dat wij met z'n allen COVID moeten gaan bestrijden. En iedereen moet die beschikking hebben tot bepaalde spullen. Het heeft geen zin om te hamsteren, want je helpt jezelf er niet bij. Er is wat bezorgdheid bij de samenleving dat de schappen bij de winkels leeg aan het raken zijn. Ik kan u daarvan verzekeren dat in ieder geval wij vanuit de regering alle vrachtvluchten openhouden. Alle vrachtschepen kunnen Suriname gewoon binnenkomen. Er is geen reden tot bezorgdheid. Waar wij ook aan zitten te werken vanuit de regering is om de prijzen beheersbaar te houden. We weten dat er prijzen om worden opgedreven. We weten van waar dat komt. Wij vragen u al een rust. De regering is ermee bezig. De prijzen zullen omlaag gaan. Er worden maatregelen getroffen om de prijzen in de winkels beheersbaar te houden. We werken in eerste instantie aan de eerste primaire basisbehoeften. En gaandeweg zullen wij verder gaan met de andere importeurs en leveranciers om die prijzen te normaliseren. We willen u op het hart drukken dat er afspraken zijn met winkeliers, met importeurs en leveranciers, dat niemand zal werken aan die prijsopdrijving. Het is een situatie waar we met z'n allen in zitten en wij vragen uw begrip daarvoor. De winkeliers, de importeurs, de leveranciers willen allemaal meewerken om die prijzen zoveel als mogelijk te normaliseren. Er is op dit moment totaal geen reden om te hamsteren. Met het hamsteren zorgt u er juist voor dat die prijsopdrijving op gang komt. Dan met het hamsteren zorgt u ervoor dat schaarste gaat ontstaan. En met z'n allen zullen we hier doorheen moeten komen. Daar gaat het om. We gaan het met z'n allen moeten doen. Wij vragen u om rekenschap te houden. Om het voor uzelf en ook voor de anderen in Suriname te doen. AUB niet hamsteren. Het drijft alleen de prijs op en het zorgt alleen voor schaarste.